Mocht je een probleem hebben met je DualShock 4 of DualSense controller, hij connect bijvoorbeeld niet meer met je console, dan zit er achterop een klein gaatje. Daar kan je precies met een tandenstokertje in prikken. Haal die voor een paar seconden in en daarmee reset je je controller. Dus wil je controller niet meer synken met je console of heb je last van een lichte drift, reset hem even. Connect hem via de kabel met je console, opnieuw synken en je kan weer gaan. Nou, wil je meer tips voor je console? Volg dit kanaal.